Welkom bij een nieuwe aflevering van het SSC TV Magazine. Vandaag praat ik met Margot. En Margot is frontdesk-medewerker van Bibliotheek Rivierenland. Hebben we een paar leuke momenten uit de radio-uitzending die gepresenteerd wordt door burgemeester Sjord Vreulich. En viert Lotte een feestje voor je beestje. Aan tafel Margot. En Margot is frontoffice-medewerker van Bibliotheek Rivierenland. Welkom Margot. Mis jij de bibliotheek? Ik mis heel erg het op de vloer lopen en het contact met de mensen hebben. En het onderweg gaan naar de bibliotheek. We werken natuurlijk allemaal thuis nu. Ja. Ja. Ik werk nu ook 1 dag in de week voor de klantenservice. Dat doen we thuis. De telefoon wordt doorgeschakeld. En dan heb je toch nog een beetje contact met klanten. Ja. En je hoort de verhalen. En wat voor vragen stellen de mensen dan? Mensen kunnen natuurlijk niet naar de bibliotheek toe. Nee. En wij promoten heel erg dat mensen digitaal kunnen gaan lezen. En dan heb je de online bibliotheek en je hebt de luisterbiep. Er zijn heel veel mensen die niet gewend zijn om daar mee te werken. Mm-hmm. Die hebben wat hulp nodig. Er wordt heel veel over gebeld. En natuurlijk de algemene vragen van hoe moet het nu met mijn boeken die ik thuis heb? Ja. Kan er geen service worden geboden om boeken thuis te brengen? Hoe zit het met mijn wachtwoord? Je hebt overal wachtwoorden voor nodig. Wachtwoord resetten werkt niet. Kortom, een hele lading vragen eigenlijk, waar dus echt wel iemand aan de telefoon voor moet zitten om ze te kunnen beantwoorden. Ja, en ook om een luisterend oor te bieden en om de verhalen aan te horen. Ja, en we hopen allemaal dat op 20 mei, alle regels zijn nu gesteld voor 20 tot 20 mei. We hopen natuurlijk allemaal dat er wat meer vrijheid komt. Zijn jullie als bibliotheek al bezig met het inrichten en bedenken hoe jullie zometeen de bibliotheek een beetje coronaproof kunnen maken? Jazeker, want wij waren er een beetje op voorbereid dat we misschien al 20 mei open zouden kunnen. Voorzichtig, met wat beperkte maatregelen. En nou ja, dat is nu nog verder uitgesteld. Maar we mogen allemaal de gebouwen weer in als medewerkers. En we zijn allemaal de gebouwen een beetje aan het voorbereiden en aan het bekijken op hoe het straks kan. Ja, kun je eens een paar voorbeelden noemen dat je zegt van nou, we denken aan. Gaan de mensen bijvoorbeeld in de bieb zelf de boeken halen? Of hebben jullie daar al over nagedacht? Nou, er is een landelijk protocol van de VOB. Dat heb ik gisteravond toegestuurd gekregen van de directie. En ook verzoek om dat aan de vrijwilligers door te geven. Mm-hmm. Heb ik gedaan vanmorgen. En er zijn protocollen voor medewerkers, voor klanten, voor vrijwilligers, voor de gebouwen. En je moet de 1,5 meter samenleving. Dus en bijvoorbeeld een verschillende in- en uitgang, een looproute in de bibliotheek. Mm-hmm. Op de vloer aangeven wat 1,5 meter afstand is. Een mandje meenemen. Misschien niet in de bibliotheek kunnen snuffelen, maar alleen afhalen en inleveren. Is per gebouw ook een beetje verschillend wat je wel en niet kan. Wordt er heel druk over nagedacht. Ja, dat zal niet meevallen, denk ik. Nee, nee. En met jullie hebben ook eigenlijk wel iets leuks bedacht. Want normaal gesproken kunnen mensen alleen maar gebruik maken van de online bibliotheek of de luisterbibliotheek als ze lid zijn. Mm-hmm. Maar jullie hebben wel iets bijzonders. Ja, en dat is een landelijke actie. Dat heet de Thuisbieb. En daar zijn we ontzettend blij mee. Het is een actie in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en uitgevers. Mm-hmm. Er is een app. De Thuisbieb is een app. Die is beschikbaar voor Apple en voor Android. En die kunnen mensen heel makkelijk op hun telefoon of hun tablet downloaden. En dan mag je gratis 100 boeken lezen. Nou, is dat specifiek 100 boeken? Of is daar, wie heeft die selectie gemaakt? Of hoe komt zo'n selectie tot stand? Ik denk dat de uitgevers dat gedaan hebben in overleg met de KB. Die stellen die bestanden beschikbaar. En het is wel een selectie van boeken voor volwassenen, boeken voor kinderen, informatieve boeken, actuele boeken. Een beetje een representatieve selectie. En echt eigenlijk specifiek bedoeld voor in deze coronacrisistijd. Ja, verlengd tot 1 juni. En voor iedereen. Kan je de app eens laten zien? Jazeker. Ik heb hem natuurlijk al gedownload. En doe je gewoon in de download store die eigenlijk algemeen bekend is voor de apps die je downloadt, hè? Ja, op de site van de bibliotheek staat dus een linkje naar Google Play of naar de App Store van Apple. Dan kan je hem downloaden en installeren. En dit is het icoontje. De thuisbieb. Ja. Ik weet niet of je het kan zien. Jazeker.
Nou, dit is de boekenplank. Ik heb nu twee boeken erop staan. Mm-hmm. Die ben ik ongeveer om en om aan het lezen. Ja. Maar hier zie je dus dat er verschillende afdelingen zijn. Ja, en daar zit dan ook een verschil in tussen volwassenen en kinderboeken? Ja, volwassenen en jeugd en jongeren. Ja. Nou, als je volwassenen aanklikt, dan heb je hier een soort beschrijving van de boeken. Oh ja, ja. Hè, met een plaatje erbij en een korte beschrijving waar het over gaat. Nou, je ziet het, het is van alles. Allerlei verschillende categorieën. En als je zegt, ik vind dit wel een leuk boek, dan download je hem op je telefoon of op je tablet. En dan kun je lezen. En daar blijft hij ook altijd op staan of is dat ook tijdelijk? Dan staat hij op je boekenplank. Ja. En dan is hij tot 1 juni beschikbaar. Oké. Okay. Ja. Wat een, ik vind het een prachtig initiatief. Mm-hmm. Heb je nog even voor de mensen die kijken de website van de bibliotheek waar ze dit kunnen vinden? Jazeker. www.bibliotheekrivierenland.nl. Dat is gewoon onze homepage. Ja. En er staat groot op de homepage, welkom bij de Thuisbieb. Nou, en als je daarop klikt, staat alles uitgelegd. Staat alles uitgelegd. En dan ook de download kun je dan doen om de app te installeren. En als het niet lukt, dan kunnen ze jullie bellen? Dan kunnen ze ons altijd bellen. En er zit al iemand bij de klantenservice. Ik of een collega die je er dan doorheen helpt. En als het niet lukt, dan hebben we ook nog achtervang. Collega's die heel erg geduldig en heel gespecialiseerd zijn, mm-hmm, in het begeleiden van mensen met digitale vaardigheden. Ja, heb jij misschien nog een leuk voorbeeld dat je zegt van, goh joh, dit was zo grappig, want ik had iemand die wilde eigenlijk boeken lezen, die was door de boeken heen en die jij hebt geholpen of een van je collega's hebt geholpen? Nou, ik heb eigenlijk wel een hele leuke ervaring gehad. Mijn moeder, die is 86 en die woont ook in Culemborg. En nou ja, ik ga wat regelmatig bij mijn moeder koffie drinken. En een oud collega van mij van het boekhuis, ook 86 inmiddels, mm-hmm, is een vriendin van mijn moeder. En mijn moeder zei, ja, mijn vriendin die belde en die zei dat ze niks meer te lezen had. En dat ze had geprobeerd om e-books te downloaden en dat was niet gelukt. Nee. En toen dacht ik, ja, hoeveel mensen zou er nou zijn die dat geprobeerd hebben en die het opgegeven, mm-hmm, hebben. Die niet de klantenservice gebeld hebben. En wat jammer eigenlijk. Ja. Maar we hebben nu de Thuisbieb. Dus ik heb telefoonnummer van die mevrouw gevraagd aan mijn moeder en ik heb haar 's avonds gebeld en ik heb haar uitgelegd dat ze naar de Thuisbieb kon en dat het heel makkelijk was, want je hoeft alleen maar je e-mailadres op te geven en je postcode en je verjaardag en dan ben je er gewoon. En een dag later had ze mijn moeder teruggebeld dat het gelukt was. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige verhalen. En ja, zeker, weet je, de jeugd is natuurlijk heel erg bekend met allerlei apps. En, ja, en kan daarmee lezen en schrijven. Maar als je dan hoort dat ouderen dit ook voor elkaar krijgen, ja, is het natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, en ik had een verhaaltje geschreven op ons intranet. Want ik ging toen nadenken, hoeveel mensen zouden er nu geweest zijn die het opgegeven hebben? Ja. Ja. En hebben jullie dat achterhaald of weet je dat niet? Dat is natuurlijk moeilijk te achterhalen, want dan moet je daar specifiek naar vragen. Ja. En ik heb aan Manon, onze manager van communicatie, gevraagd van, zouden we daar niet iets aan kunnen doen? En toen belde jij. Ja, nou ja. En dan is eigenlijk de cirkel rond. Ja, dat klopt, ja. Nou, mag ik jou heel erg bedanken voor deze uitleg. En ik hoop eigenlijk dat heel veel mensen de app gaan downloaden, zodat ze met heel veel plezier kunnen lezen. Dank je wel. Dat hoop ik ook. En dank je wel dat ik dit mocht doen. Ja. Goedemorgen allemaal, van harte welkom bij een speciale Lintjes Cappuccino. Het is 6:06 en vandaag is de dag dat ik als burgemeester van Vijfheerenlanden aan maar liefst 23 mensen een koninklijke onderscheiding mag uitreiken. Vanwege al deze verdiensten voor de samenleving heeft het Zijne Majesteit de koning Willem-Alexander behaagd om de heer Gerrit Arie van Es te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dankjewel. Een lintje voor Arie, ja, van Es. Ja. Nou, van harte gefeliciteerd. Dank je. Ja. Dat is toch geweldig? Ja. U krijgt gewoon een lintje, meneer Van Hoog. Ik ben er emotioneel van. Ja, maar het is u zo gegund. Ja, nou, geweldig. Het is u zo gegund. Het is zo fantastisch dat mensen die het toch al druk hebben, tijd en energie vrijmaken voor de samenleving. En die oog hebben voor andere mensen. En die andere mensen willen helpen. En dat willen we ook een keer op een dag als vandaag, ja, toch in het zonnetje zetten. En u daarvoor belonen. Nou, geweldig. Ik ben er stil van. Hallo? Ja, ja.
Ik ben normaal gesproken een man met toch wel behoorlijk wat woorden, maar hier maak je me stil mee. Van harte gefeliciteerd met een koninklijke onderscheiding vanwege het geweldige werk dat je voor de samenleving hebt gedaan, Marcel. Ik ben onder de indruk. Dit is toch altijd weer een moment. Mevrouw Rietveld met Jos Freulich, met de burgemeester. Goedemorgen. Goedemorgen. U lacht mij toch niet uit, hoop ik? Nee. Nee. Ik zit u te bekijken en ik zet net om mijn koffie. Ik zet u net uit live. U zet mij uit? En ik kreeg al een taart. Dus daar moet ik lachen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wilt u mij nooit meer uitzetten, mevrouw Rietveld? Want nee. Had ik live u kunnen zien dat u me belde. Ja, na de zomer gaan we elkaar zien en dan ga ik u die koninklijke onderscheiding overhandigen. Nou. Jongen. Ik zit hier net met mijn vrouw en mijn kleinzoon, die zit erbij. Die zit er ook bij. Die wist er zeker ook al van, zeker. Ja, ik sluit dat niet uit, dat er een klein complotje was. Ja, ik moet vanochtend zeker thuis blijven, ja. Het hadden ze natuurlijk al afgesproken, denk ik, achteraf dat ik het hoort nou. Ja, ik denk dat ze het helemaal geregeld hadden en dat u van niks wist. Dus u bent er mooi ingetuind. Ja, die had u niet zien aankomen, hè? Nee. Nee. U krijgt een koninklijke onderscheiding. Sodemieters. Is dat even mooi? Oh. Wat doet dat met u? Jongen. Nou, daar ben ik even helemaal stil van. Ja. Dat is een hele mond vol. Ja. Dank u wel. U krijgt een koninklijke onderscheiding vanwege uw geweldige werk als vrijwilliger bij de brandweer. Nou, dat is bijzonder. Dank u wel. Die had ik niet aan zien komen. Nou, dat was ook precies de bedoeling. Maar nou vallen er wel kwartjes op zijn plek, als ik eens heel eerlijk ben. Ja, waarvan dacht u van, wat raar, wat doen ze raar omheen? Nou, ik heb mijn directie hier al en ik heb de eigenaar van het bedrijf hier al en ik heb nog een paar mensen hier al en dat gebeurt wel eens meer. Ja. Maar in dit geval snap ik waarom de kwartjes op zijn plek vallen. Ja, ja. Bijzonder. Meneer Van Brakel, ik bel u even als burgemeester omdat u een ongelofelijke staat van dienst hebt in Leerdam als het gaat om allerlei zaken die met vrijwilligerswerken te maken hebben. Ik weet bijna niet waar ik moet beginnen. Ik moet, denk ik, meneer Van Brakel, misschien wel in 1964 beginnen. Bij de toneelclub. Ja, dat klopt. Vertel eens, hoe begon dat? Ja, ik... Op school was dat al, hè. Deed ik met verjaardag van de meester, dan deed ik toneelstukjes. En dat heb ik nou al, dat doe ik nog steeds. En ik werk tegenwoordig ook bij de Lingenrevue. Maar die optredens liggen nu allemaal stil, Terwijl juist de mensen nu amusement nodig hebben. Maar ja, misschien dat het er weer terugkomt als de coronacrisis voorbij is. Weet u, ik weet zeker dat het terugkomt. Misschien in iets andere vorm, maar natuurlijk gaan we weer van toneel genieten en van andere mooie dingen in het leven. Een koninklijke onderscheiding vanwege uw geweldig goede werk wat u doet en dat u altijd klaarstaat voor de medemens in het sociaal domein. Dat is echt fantastisch, mevrouw Breedveld. Dus daar willen we graag even bij stilstaan. Nou, dat waardeer ik zeer. Nou... Ik had daar niet op gerekend, moet ik zeggen. Want ik roep altijd, ben weer niet gebeld dit jaar. En nu ben ik dus gebeld. En ik moet zeggen, ik zag dit nummer Culemborg. En ik zit dus bij iemand aan de koffie. Ja. Keurig op 1,5 meter over. Oh, gelukkig. Heel goed. Ja. Een collega van mij van de cliëntenraad Wil. Ja. En ik zeg, ik kijk naar het nummer. Ik denk, nou, het is een nummer, dus ik neem hem maar even op. Ja. Maar... Voor hetzelfde geld had ik hem dus niet eens opgenomen. Nou, dan had u wel een probleem gehad. En wij ook. Ja. Ja. Want hadden we gewoon aan iemand anders gegeven. Dat begrijpt u wel. Ja, dat snap ik helemaal. Ik ben blij dat ik dan toch heb besloten om op te nemen. Ja, nee, ik ook. Wanneer bent u een beetje begonnen als vrijwilliger? Wanneer ben ik begonnen als vrijwilliger? Even denken. Toen Karin... Hoe laat was jij, je toen? Ze is in 84 geboren. Ik denk zo'n beetje daarna. Ik heb op de Hobbitstay ondernemingsraad 8 jaar gedaan. Ja. De volleybal. Ja, WHV in Elspeden. Dat was WHV, ja, natuurlijk. Wij houden vol. Ik ben bij het volleybal wel eens tegengekomen. Er was toen nog STM Meerkerk. Ja, ja. Dat is nu Volley Meerkerk. Ja, precies. En dan speelden wij tegen WHV. Sorry? En toen speelden wij met Meerkerk tegen WHV natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En weet u nog wie er won? Nou, dat zal ongetwijfeld om en om geweest zijn. Dat is inderdaad het beste antwoord. Ik ben daar heel stil van. Dat is heel ontroerend.
Ja, maar u heeft het verdiend. Nou, ik kan natuurlijk zeggen dankjewel, maar ik vind het echt heel bijzonder. Ik ben hier echt doorgeroerd. Ik vind het fantastisch. En heel blij te horen dat de samenleving in wezen mijn werk heeft weten te waarderen. Jeetje, ik zit hier echt met tranen in mijn ogen, dat meen ik eerlijk. Ik ben ontroerd. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank. We hebben een ridder aan de telefoon, meneer Bassa. Dat gebeurt mij ook niet elke dag. Nee. Nee. Nee, want weet u, ik ben de hele... Wacht eens even, dan ga ik hem even... Ik denk dat hij het even tegen zijn vrouw gaat vertellen. Als het goed is, kennen jullie... Hallo? Hallo, ja. Nou, ik heb hem even op de luidspreker gezet. Ik zit hier aan tafel en mijn vrouw en een goede kennis is hierbij. Ja. Het heeft zijn majesteit behaagd om mij te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Nou ja. Ja, ik vind het een geweldig grote eer. Dan ga ik, dames en heren, toch langzaam afscheid van u nemen. Want we zitten bijna aan de 5 uur radio van deze Lintjes Cappuccino... waarin we 23 mensen hebben mogen verrassen met een koninklijke onderscheiding. Ik dank de medewerkers van het kabinet van de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. Dank ook aan de collega's van SRC die dit allemaal fantastisch hebben geregeld. Dank jullie wel. En wat mij betreft gaan we dit absoluut nog een keertje doen. Voor u thuis een heel mooi weekend toegewenst. Doe voorzichtig, blijf bezig. Binnen, houd afstand, want met z'n allen kunnen we corona aan. Dank u wel en een goed weekend. Dag. Hallo allemaal, ik ben Lotte van Pakkers Vol Verhalen. In Pakkers Vol Verhalen knutselen en tekenen wij met de kinderen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie leuke reacties op de afgelopen video's. En er zijn ook een paar winnaars voor een gratis workshop, dus gefeliciteerd. En we gaan het vandaag hebben over een feestje met je beestje. Jullie huisdieren zijn natuurlijk hartstikke blij dat jullie zoveel thuis zitten. Ze krijgen extra veel aandacht en zo. Dat vinden ze super fijn. Daarom gaan wij vandaag hebben over een feestje voor je beestje. Om je huisdier extra in het zonnetje te zetten. Als je zelf geen huisdier hebt, is dat geen probleem. Je kent vast wel een gezellige buurtkat of een leuk dier van de kinderboerderij. Nou, wat zal je dan nodig hebben om een feestje voor je beestje te organiseren? Je hebt wit papier nodig en gekleurd papier. Een puntenslijper, een gum en een normale potlood. Een fineliner, gekleurde potloden, touw, plakband, gekleurde stiften of krijt als je dat liever gebruikt. En een iets lekkers voor je beestje. Nou, hoe maak ik het eigenlijk? Ik ga het eerst bedenken, wat wil ik allemaal maken voor mijn feestje voor een beestje? Je kan een slinger maken, je kan een tekening maken van een taart voor je huisdier. Maar je kan ook je eigen gebakje maken wat je huisdier echt kan eten. We beginnen eerst met een schets. Daarop teken en schrijf je wat je allemaal wil gaan maken voor je huisdier. Als je dat af hebt, mag je het gaan uitwerken. Daarbij bijvoorbeeld de tekening. Dan ga je eerst met potlood tekenen en daarna met fineliner eroverheen. Dan gum je de lijnen uit en dan kan je het gaan inkleuren. Daar kan je gebruik maken van gekleurde stiften, gekleurde potloden of gekleurd krijt, wat je zelf liever wilt gebruiken. Voor de slinger heb je gekleurd papier nodig. Je kan daarop verschillende vormpjes maken wat met je huisdier te maken heeft, maar je kan ook je eigen huisdier tekenen en erop plakken. Daarna vouw je ze dubbel met plakband over het touw heen. Daarna kan je het ophangen en gezellig feesten met je eigen huisdier. Als het niet lukt, vraag om help. Dat is helemaal niet erg. Heel erg veel succes. Stuur jullie foto's van jullie feestje naar pakhuisvolverhalen@gmail.com. En dan zie ik jullie vanzelf verschijnen. Tot ziens. Tot zover deze aflevering van het SRC TV Magazine. Heb jij nou ook een leuk initiatief om deze coronatijd door te komen? Mail me dan. Caroline@src.fm. Tot volgende week!